Jullie kennen vast Jamie Heineman wel, hè? Van Mythbusters. Die valt uit een wit shirtje. Nou, mij lukt dat niet. Ik ga zo even een remschijf van de camper halen, de Fiat Ducato Talento. Ik laat even zien in het kort wat je los moet halen en daarna zet ik gewoon de camera erbij. En ja, misschien wel een muziekje eronder. Welkom bij het hok. We zijn nu buiten. Je hoort op de achtergrond de busje. Er komen nogal... Zo, dat is een busje met veel lawaai. Er komen nogal wat busjes langs hier. Maar goed, we hebben hier de wielnaaf linksvoor. We hebben hier de remschijf en de remklauw met de remblokken erin. Die remklauw die zit met deze houder vast op je wielnaaf. Dat zijn twee dikke bouten. Daar heb je een dop 22 voor nodig. Er zit er eentje hierboven. En er zit er eentje aan de onderkant. De remklauw zelf, waar je remblokken in zitten, die zit vast met een boutje boven en een boutje onder. Als je je remblokken vervangt, hoef je alleen boven maar even eraf te halen. Die draai je gewoon los. Dan klapt hij naar achter, vis je de remblokken eruit. Op het moment dat je deze losdraait, dit is een dopje 13, moet je hem hier even tegenhouden. Dan zet je een steeksleutel 17 op. Op het moment dat jij je remklauw losmaakt, zorg ervoor dat hij niet gaat hangen, bungelen aan je remslangen, je remleidingen. Daarom heb ik alvast een draadje. Ik maak hem straks vast. Even kijken. Daar aan de veerpoot. Het eerste wat ik ga doen is even de remklauw losmaken. Ik kom straks vast wel een of andere buurman kleppen. Het gereedschap. Ik ga even op beeld. Precies aan de andere kant liggen. Maak hem eerst even aan de bovenkant los. Oh ja, trouwens, als je die remschijf eraf haalt, moet je ook deze twee centreerpinnen losmaken. Borstel ze even af dat de roest eraf is. Zet ze desnoods in de WD-40. Die zet je normaal met de plaatsen van de remschijf handvast. Maar goed, door de tijd kunnen die wel eens vastzitten. Nou, deze zaten gelukkig aardig los. Die haal je met een sleuteltje 12 los. Daarmee zit hij aan je wielnaaf vast. Doe je dat niet, krijg je je remschijf dan even nooit af. Dat waren de remblokjes. Zoals je hierboven ziet. Ik heb ook even de remslangen van de houders losgemaakt. Dan kun je net even wat meer die remklauw aan de kant doen. Houd je wel door het goede ding doen, hè? Helpt zo niet. Dit gaat bijten. Heel lang touwtje. Kijk, hangt dat mooi vrij. Dan even daar. Kijk ook even of dit lekker soepel gaat. Ja, dit gaat wel aardig soepel. Ik vind het mooi.
schouder, daar zit aan de kant van je wielnaaf nog een plaatje tussen. Die moet je niet vergeten, anders klopt de afstand niet. Die bouten die ik nu loslaai, die hier achter zitten waarmee die aan je naaf zit, die zitten met 135 Nm vast. Die kleine boutjes die ik hier net uitdraaide, die zet je met 35 Nm vast. Dit type tenminste. Dat is een Talento 92. Niet te verwarren met de 92X, want dat is weer een nieuw type. Ah, Bordemaan! Jazeker! Die remschijf die kan heel vast zitten. Mocht hij er nou niet afgaan, als je deze twee pennen erop hebt, of eruit hebt, dan kun je in deze drie gaten een M10 bout met fijne spoek draaien. 1,25. Zo, auw. En dan, nou ja, dan gaat hij er zo af. Kijk, ik had het dopje er een beetje los vast in, want ik moet mijn naafmoer nog vastmaken. Maar dat is je remschijf. Die is eraf. Ziet er ook niet echt prachtig meer uit, hè? Dit even schoonmaken. Is dat gekke dopje er even goed op. Achter hebben zit je remschijf scheef. Gaat hij wiebelen. Snap je ook meteen waarom dat dopje erop zit. Zo. Wat ik dan zelf doe. Pak een klein beetje kopervet. Dat dit een beetje ingesmeerd is, is tegen het plakken. Die nieuwe remschijf, die moet je even goed schoonmaken. Het remmen reinigen, dat er geen vet op zit. Niet vergeten. Die zet je even handvast. Toch echt niet snoeistrak. Remschijf hier erop. Stelt niet veel voor. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer bij Het Hok. Hoi.